Ja, klopt. Het moet Europees worden geregeld. Eerst voor te zorgen een goede opvang in de regio waar de mensen vandaan komen. En dan één Europese regel om te voorkomen dat asielzoekers van hot naar her door Europa hoppen. Nee, het vetorecht moet worden behouden. Zeker op het gebied van buitenlands beleid en defensiebeleid. Dat zijn echt de kenmerken van ieder land. Nee, is helemaal niet nodig. We moeten eerst inzetten op het zoeken naar duurzame energieoplossingen. Daar is veel ontwikkeling, veel winst te behalen. En dan ook meer besparen. Voor besparing kunnen we sowieso al 10 tot 15% realiseren. Dus we hebben kernenergie niet nodig. Toezicht op de banken en verzekeraars moet echt sterker. Maar daar hebben we geen nieuwe Europese instelling voor nodig. We hebben de Europese Centrale Bank. En die moet die taak erbij gaan krijgen. Nee, is niet nodig. We hebben de NAVO, dat is een prima samenwerkingsverband, wat ook goed functioneert in de wereld. Daarnaast hoeven we niet een eigen Europees leger te hebben. De Tweede Kamer moet besluiten uit Europa kunnen tegenhouden. Sterker nog, dat heeft onze ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer er ook doorgekregen. Bij het verdrag van Lissabon is afgesproken dat Nederland altijd een rode kaart kan opsteken tegen voorstellen uit Brussel. Turkije moet geen lid worden van de Europese Unie, want Turkije is geen Europees land. Criterium voor toetreding is dat je Europees land moet zijn en de grens van Europa houdt op bij de Bosporus, dus Turkije is geen Europees land. Nee, daar moet de EU zich niet over uitspreken. Het kan nodig zijn in bepaalde omstandigheden dat er toch grotere stallen zijn zoals we die nu hebben. En daar moet uiteindelijk wel mogelijkheid voor blijven. Nee, daar zijn we niet voor. De belasting kan gewoon in Nederland worden geheven. Daar hoeven we niet een aparte heffing vanuit Brussel bij te krijgen. Nee, het systeem wat we nu hebben weerspiegelt goed de welvaart die we als Nederland hebben. Dat is gekoppeld aan ons bruto nationaal product en aan de btw-opbrengsten. Dus dat is een goed systeem. Bovendien hebben we net al een korting gekregen van 1 miljard. Dus het systeem zoals het nu functioneert kan prima blijven.